Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom vanuit Recreatiepark De Lijstert in Roggel voor een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Kerngezond staat voor gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag met inspiratie van topsporters. Vandaag een topsporter die niks in tegenstelling tot mij met ballen te maken heeft. Niet met deze ballen en ook niet met deze ongezonde ballen. Maar juist met turnen, met gym. Te gast vandaag Anne-Sophie Hessel. Maar eerst, zoals jullie gewend zijn, het kerngezonde nieuws. Onlangs bracht tophandballer Sonny de Jonge van Targos Bevo uit Panningen een bezoek aan basisschool Het Spik in Bezel. Hij verzorgde er een gastles rondom het thema gezond gedrag. Daarnaast werd er gesproken over hoe een topsporter leeft. Tevens werd Fien van de Heurik in het zonnetje gezet, want haar ingestuurde foto won de trofee voor de foto van de maand. De leerlingen van basisschool De Triolier en Busdaal uit Reuver gingen op bezoek bij de plaatselijke bakkerij Polle Pubbe. Daar leerden ze van alles over het vak van bakker en natuurlijk gingen ze ook zelf koekjes bakken. Vervolgens mochten ze nog allerlei verschillende soorten brood proeven, van tarwebrood en kandijbrood tot en met brood met Italiaanse kruiden. Dankzij de plaatselijke Plus supermarkt konden de leerlingen letterlijk en figuurlijk proeven aan producten. Ze gebruikten daarbij hun neus, hun mond en hun ogen om de kenmerken van voeding te ontdekken. En Juliette Hen en Luna Verheijen werden bovendien in het zonnetje gezet, want zij wonnen een mooie trofee voor hun ingestuurde kerngezonde foto van de maand. Ook op basisschool De Spoorzoeker in Kerkrade werd uitgebreid stilgestaan bij het thema pesten. Hiervoor kwam voormalig topvoetballer Roel Brouwers op bezoek. Aan het einde van de les ondertekenden alle kinderen een anti-pestcontract en beloofden ze op school en ook daarbuiten niemand te plagen. Roel Brouwers reikte bovendien een mooie trofee uit aan Asanya. Zij won de prijs vanwege haar foto, die werd bekroond tot foto van de maand. Tijd voor de ingestuurde foto's van deze week. We beginnen met Julian, Boas en Louise uit Nederweert Eind. Zij poseren samen met hun lievelingsfruit. En de kinderen van groep 5 van basisschool De Krullenvaar uit Zevenum stuurden deze grappige groepsfoto in. Heb je ook een leuke kerngezonde foto? Stuur hem dan naar info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Mijn naam is Anne-Sophie Hessel en ik ben 8 jaar. Mijn woonplaats is Heidse en mijn sport is turnen. Anne-Sophie, wat is het mooiste wat je meegemaakt hebt met turnen? Heel veel wedstrijden en ik vind het heel leuk, omdat ik ben best wel goed. En zo'n training, wat doe je allemaal op de training? Wat oefen je dan allemaal? Bijvoorbeeld een hartslag op de balk of zo en alweer flikvlak. En doen jullie dan een hele goede warming-up in het begin? Ja, een kwartier. Heel veel rennen, huppelen, opdrukken, kracht. Hoe lang duurt het voordat je bijvoorbeeld een oefening op de balk onder de knie hebt, dat het foutloos gaat? Denk een maandje of zo, een paar maanden. Maar als je een hartslag op de balk doet en je valt, dan krijg je heel veel punten aftrek op een wedstrijd. Ja, ik train 4 dagen in de week en dan 2,5 uur. Zo, dat is lang. Word je daar niet moe van? Nee. Welke onderdelen van het turnen vind je leuk? De brug en de rekstok, want daar kun je heel veel op zwaaien en zo. En de vloer, want daar kun je heel veel dingen op doen. En dan heb ik begrepen dat je ook bij de landelijke selectie al traint. Ja, het gaat best wel goed, maar ik vind het wel heel spannend. Nou turn jij op heel veel plekken door heel Nederland al. Wie brengt jou daar iedere keer naartoe? Papa, mama en opa en oma en zo. Zo, je hebt een heel team ingeschakeld om als privéchauffeur. Ja. Hou je ook rekening met eten en drinken met je sport? Ja, na de turnen eet ik heel veel groenten, soep en zo. En dan soms vraag ik wel eens om een fruitsalade of zo. En frietjes? Eet ik 1 keer per week of zo. Dus dat mag wel nog, hè? Ja. Nou, heb jij bij jou op school ook kerngezond? Hoe vind je dat? Ik vind het wel heel belangrijk, want je moet ook goed gezond gaan eten en zo en sporten. En waar droomt Anne-Sophie van dan? Ja, van de Olympische Spelen met turnen. Ja? Daar wil je naartoe? Ja. Waarom vind je dat zo mooi? Ja, dan kun je ook echt hele mooie oefeningen laten zien. Anne-Sophie, kun je voordoen hoe lenig jij bent? Ja. Zo, Anne-Sophie, jij bent lenig. Niet normaal.
Maar wat me nog meer verbaast is dat je zegt dat je ook sterker bent dan mij. Ik geloof er helemaal niks van. En zullen we een partijtje push-ups doen? Ja. Daar gaat hij. Ja, 1, 2, 3, 4. Oeh, je gaat ook snel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gewonnen. Gewonnen? Ik. Zo komen we bij de prijsvraag en die luidt als volgt. Welk onderdeel maakt geen deel uit van het wedstrijdturnen? Is dat A de balk, B de brug of C het klimrek? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. En op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Lijstert in Roggel. En de winnaar van de prijsvraag van 2 weken geleden, die staat nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Inderdaad een fotofinish, maar het is Anne-Sophie die net iets eerder over de streep komt. Maar vanwege het oponthoud bij de banden valt er helaas geen toptijd te noteren. De turnster finisht in 1.27.22 en dat is 0,3 sneller dan Maurice. Toch is Maurice nog altijd de trotse koploper in het klassement dankzij zijn winst vorige week op Gwen van Rosmalen. Hoe kan ik nou verliezen van zo'n klein meisje met skelteren, met opdrukken? Ik moet iets fout doen. Ik denk dat ik me een pasta ga bestellen. Het moet met voeding te maken hebben, anders weet ik het ook niet meer. Het is toch wel echt een slechte dag voor mij. Voor jullie, denk aan de Kerngezond prijsvraag. Daar kunnen we hele mooie prijzen mee winnen. Doe je best. En wat mij betreft, groeten tot de volgende Kerngezond TV. En de laatste woorden zijn voor de winnaar, voor Anne-Sophie. Pasta. Kerngezond is heel erg leuk. Kerngezond TV is powered by EVT.